In deze les gaan we de theorie bekijken van de brug van Wheatstone. Waar wordt die namelijk toegepast? Kijk, als je op reis gaat, dan is er een maximaal gewicht en er bestaan bagage, wegers, weegtoestellen in feite, die het gewicht aanduiden. Ja. Je kan ze ook gebruiken om je boekentas na te wegen, om eens te kijken of dat er niet te zware leerstof aanwezig is. Ja. Waaruit bestaat eigenlijk de brug van Wheatstone? Het is een gemengde schakeling. Dat wil dus zeggen dat we een combinatie hebben. Je ziet hier een tak dat een serieschakeling is van weerstanden. Hier zie je ook een serieschakeling van weerstanden. En in feite, in zijn geheel, staan deze twee parallel. Het is dus een gemengde schakeling. Het is een weerstandsbrug. Het bestaat uit vier weerstanden. En we gaan onderzoeken, als we dus een voedingsspanning aanleggen aan de schakeling, want dat is noodzakelijk aan deze brug van Wheatstone, wat dat uiteindelijk onze uitgangsspanning tussen de punten C en D zal zijn. Om onderzoek te doen hoe dat zo'n brugschakeling werkt, gaan we het eerst een beetje eenvoudiger maken. We gaan één deel gebruiken, namelijk één tak. We leggen een voedingsspanning aan de schakeling van 10 volt. Nu gaan we kijken, dan kunnen we een aantal zaken berekenen als we de weerstanden kennen. En stel dat de weerstanden 500 ohm zijn, beide, dan kunnen we eigenlijk de stroom berekenen. Ja. En uiteindelijk doel is, wat is de spanning van dit punt ten opzichte van B? Eigenlijk de spanning over weerstand R4. Ik heb net verteld dat we de stroom kunnen berekenen, want we hebben hier een serieschakeling. Dus we tellen de weerstanden op, dat zie je hier, en de wet van Ohm toegepast, de aangelegde spanning door de totaalweerstand, is uiteindelijk de stroom die van de voeding hier in onze keten zal vloeien. Als we dat even berekenen, dan komen we dus uit 10 volt gedeeld door 500 plus 500, is 0,01 ampère, 10 milliampère. Ja. Dat is vrij eenvoudig. Als we dan de spanning over de weerstand willen berekenen, terug opnieuw de wet van Ohm toepassen, de stroom maal de weerstand geeft ons 5 volt dat er op dat punt staat. En dat klinkt ook logisch, want we hebben hier net twee gelijke weerstanden genomen. En de spanning, de aangelegde spanning zal zich verdelen naar gelang de verhouding van deze twee weerstanden. En die spanning is dus de helft, 5 volt, van de aangelegde voedingsspanning. Nu gaan we dat tweede tak erbij nemen. En stel dat die identiek is aan de eerste tak, wat kunnen we dan min of meer concluderen? Hier komt die. Hoeveel is de spanning ten opzichte van B, van het punt C, welke spanning krijgen we daar? En je kunt dezelfde conclusie trekken, als dat gelijke weerstanden zijn, komen we net hetzelfde uit en zal de spanning ook op dat punt C ten opzichte van D gelijk zijn. We hebben eigenlijk hier een identieke stroom die er doorvloeit en aangezien de verhouding tussen beide weerstanden gelijk is, is de spanning de helft van de voedingsspanning. Dan komen we terug op onze uiteindelijke vraag. Wat is nu het spanningsverschil tussen C en D? Wel, als beide op 5 volt zijn, dan kunnen we concluderen dat het spanningsverschil tussen C en D gelijk is aan 0 volt. Nu gaan we uit, dat was een gelijkheid in de brugschakeling. Nu gaan we het een beetje moeilijker maken. We gaan onze brugschakeling niet meer gelijk maken. Stel, we hebben een weerstand R2 aan 1 kilo ohm en alle andere weerstanden zijn gelijk aan 500 ohm. Wat wordt onze schakeling dan?
Nu, we kunnen terug opnieuw de berekeningen maken. Zal het punt D anders zich gaan gedragen ten opzichte van B? Nee, want de weerstanden zijn hetzelfde gebleven. Dus de spanningsverhouding zal ook hetzelfde blijven. Op het punt D ten opzichte van B gaan we spanning hebben van 5 volt. In de andere tak wordt het iets anders. Ja. Daar gaan we dus een stroom kunnen berekenen op dezelfde manier, maar die 1000 kilo-ohm gaan we nu in de formule inbrengen. Ja, want we hebben hier 500 ohm in serie met 1000 kilo-ohm. Dan zien we dat onze stroom iets helemaal anders wordt. 6,7 ten opzichte van ervoor, een andere waarde. Dus de spanning over R2, want we willen het punt C ten opzichte van B kennen, dat is eigenlijk de spanning over weerstand 2, is gelijk aan die 1000 ohm, wat de waarde is van die weerstand, maal de stroom. En desondanks dat de totaal weerstand groter is geworden en uiteindelijk de stroom kleiner, zien we toch dat er hier een hogere spanning dan ervoor, op de vorige slide, staat van het punt C ten opzichte van het punt B. Dus, ja, om dat even te controleren of dat verhaaltje wel klopt, gaan we nog even nakijken wat dat de spanning over R1 is. En we zien 500 ohm, maal de stroom is 3,3 volt, dat klopt, want de totaalspanning is 10 volt. Dat is een check die je altijd kan uitvoeren om te kijken of je de juiste berekeningen hebt gemaakt. Dus de conclusie is, we hebben nu wel een spanningsverschil tussen punt C ten opzichte van punt D. Namelijk 6,7 min 5 is 1,7 volt, dat het punt C hoger potentiaal ligt dan het punt D. Dan gaan we het nog een beetje moeilijker maken. We gaan namelijk een heel grote ongelijkheid maken, namelijk weerstand R2 en R3 gaan we 1 kilo ohm maken en de weerstanden R1 en R4 die gaan we behouden. Ja. Dan kunnen we bekijken wat voor invloed heeft dat op deze tak. Dat zal geen invloed hebben, want dat blijft net als voorheen juist hetzelfde. We kunnen dat even narekenen. Ja. Maar we kunnen ook een belangrijke conclusie trekken, namelijk dat de stroom door de ene tak nu gelijk is aan de stroom door de andere tak. En waarom kunnen we die conclusie trekken? Omdat de totale serieweerstand gelijk is in beide takken. Dus I1 is terug opnieuw die 6,7 mA, maar, en als we dat berekenen, komen we nog altijd op 6,7 volt over voor de spanning over UR2 uit. En zoals ik daarnet al heb gezegd, I1 is gelijk aan I2. Waarom? Omdat de weerstanden in beide, de totaalweerstand in beide takken gelijk zijn. Dus, UR4, want dat is de spanning van punt T ten opzichte van punt B, kunnen we even uitrekenen. En dan zien we dat die spanning gedaald is naar 3,3 volt. Was voorheen 5 volt en deze is gedaald. En dat is ook logisch, want R3 is 1000 ohm ten opzichte van R4, die gelijk is aan 500 ohm. Dus de spanning verhoudt zich naar gelang de verhoudingen van de weerstand. En dan kunnen we verder conclusies gaan trekken. Dat is, wat zal het spanningsverschil tussen C en D zijn? En we merken dat die verdubbeld is ten opzichte van de voorgaande figuur. We hebben dus een grotere ongelijkheid gemaakt. En de spanning is dus 3,4 volt. Dat klinkt ook logisch. Dat is gelijk aan 2 keer 1,7 volt. Dus de conclusie is, punt C is 3,4 volt hoger dan punt D. Ja. Dus je ziet dat je een heel snel een grote ongelijkheid kunt maken in deze beschakeling. We hebben hier enkele voorbeelden van tekenwijzen, omdat die niet alleen op deze manier wordt getoond. Dus je ziet hier dat ze getoond wordt in een rechthoek met
Een multimeter eigenlijk in het midden tussen die verbindingspunten van de weerstanden. Ja. En een bron, deze is een grotere bron, dus je ziet dat je meer tekens hebt. Dus dat wil zeggen dat je meer cellen hebt in de bron, dat de spanning hoger zal zijn. Wat merken we nog op? Hier is een onbekende weerstand, dat is degene die we willen weten. Je hebt hier ook een calibratieweerstand aanwezig, die het mogelijk maakt om eigenlijk uw weegschaal te nullen. Ja, u zet hem op 0, u zet hem aan en daarna zet u hem op 0. Dat is eigenlijk in feite mogelijk met deze weerstand. Wat zie je? Dat er steeds een voedingsbron aanwezig is. En een hele belangrijke conclusie, dat kan dus zowel een stroom als een spanningsmeter zijn. In deze schakeling zie je dat dat een stroom of een spanningsmeter zijn. Die diodes zijn hier aanwezig om eigenlijk ons meettoestel te beveiligen tegen een te hoge spanning. Je hebt daarnet gezien in die oefening dat je heel snel een ongelijkheid kunt maken. Er zijn dus steeds vier weerstanden aanwezig. Soms is er één onbekende en één eikingsweerstand om dus, zoals daarnet gezegd, de schaal op nul te brengen. Hier zie je de weerstand Rx die we zoeken in deze ruit. Dat is een keer anders getekend. Soms tekent men weerstanden ook op deze wijze. Het kan ook een spoel zijn, vier spoelen, maar vaker ga je tegenkomen dat dat weerstanden zijn die onder invloed van een fysische grootheid gaan veranderen. Ja. Dus je hebt hier verschillende tekenwijzen, maar eigenlijk is dat allemaal net hetzelfde. Belangrijk is dat je beseft dat je aan twee uiterste punten de voedingsbron toebrengt, en dat je aan de twee andere verbindingspunten, dat je daar het signaal verkrijgt die nodig is en die een weergave is van de gemeten fysische grootheid. We gaan een aantal oefeningen doen. Ja, die krijg je in je opgave als taak. We gaan daar een beetje spelen met de verhouding van de weerstand. We gaan ook kijken wat gebeurt er als we de voeding veranderen. En we gaan ons meettoestel eens op andere plaatsen zetten en eens kijken wat voor gevolgen dat heeft. De bedoeling van die oefening is telkens dat we conclusies kunnen trekken. En de uiteindelijke bedoeling is dat we de voorlopige besluiten, die je hier als laatste slide ziet, dat zijn de besluiten die we al hebben kunnen ontdekken op dit moment, dat we die kunnen aanvullen, zodanig dat we een juistere definitie van de brug van Wheatstone krijgen. Dus wat kunnen we nu al concluderen? Weerstandsongelijkheden, die zetten we om in een spanning of een stroom. Het is zeer gevoelig. We hebben gemerkt dat als we beide weerstanden gaan veranderen, dat je heel snel grote resultaten hebt. Dus kleine afwijkingen van een weerstand kunnen we zelfs al een invloed hebben. Als we spreken over een galvanometer, in de voorgaande tekening zag je daar de letter G, dat staat voor galvanometer. Dat zijn meettoestellen die heel gevoelige stroom of een heel kleine spanning daarop al een uitwijking gaan geven. Dus het is een meettoestel voor stroom of spanning dat we daar kunnen gebruiken. En, belangrijke conclusie, we hebben nog een voedingsbron nodig. Die is echt noodzakelijk. Zonder dat gaat een brug van Wheatstone nooit werken. Ja. Dat heeft implicaties op het aantal draden dat we naar zo'n brug moeten geven. We gaan dus minimum 4 draden nodig hebben. 2 voor de voedingsbron en 2 om het signaal af te nemen. Dus in die oefeningen, de taken die je nu ziet, ga je die besluiten hier aanvullen. En in het tweede deel gaan we een keer praktisch kijken. Hoe ziet zo'n weegschaal, bagageweger eigenlijk uit, of boekentas, weegtoestel, als je het zo wil. Wat zit erin en welke meetsensoren kunnen we nog in de praktijk vinden? Denk maar aan een druksensor. Hoe werkt dat? Dan gaan we meer concreet kijken naar de situatie.